FIBOS en ministerie van Onderwijs praten over ouderbijdrage. Pride Month Suriname kan boost creëren in de economie. En vanaf januari reeds 5000 gevallen van BOF in Honduras. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal op donderdag 20 september. De schoolbesturen van de Federatie van Bijzondere Scholen in Suriname, FIBOS, zijn vandaag ingegaan op de uitnodiging van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een belangrijk aandachtspunt is de ouderbijdrage die door de federatie is meegenomen bij de inschrijvingen voor het komend schooljaar. Eerder toonde minister Lilian Ferrier zich niet gelukkig met deze stap van de FIBOS. FIBOS heeft op eigen gezag wel verhoogd en dat zal consequenties hebben ook wat het subsidiebeleid betreft. Want wij kunnen niet voor alles bijna inkomen en dan ga jij toch verhogen. Dus de discussie met FIBOS is nog niet afgerond. De overheid stelt zich garant voor het onderwijs. Dus als er een subjectsubsidie moet komen zoals het vorig jaar is gegaan, zullen we dat wel bekijken, want we gaan de kinderen niet in de steek laten. FIBOS gaf eerder te kennen dat de invoering van de ouderbijdrage noodzakelijk zou zijn, aangezien er niet op tijd gerekend kon worden op de subsidiegelden van de overheid. Henk Jesrun, voorzitter RKBO, gaf aan blij te zijn met deze ontmoeting met onderwijsminister Lilian Ferrier. We zijn uitgenodigd en we gaan bij de minister aan tafel zitten om te horen wat de minister ons wil aangeven. Mm-hmm. Ja. En jullie zijn niet op de hoogte van de agenda? Oh ja, natuurlijk. De oude bijdrage speelt een rol, maar dat gaan we bespreken. En we willen voorlopig geen uitspraken doen, omdat we dus de minister heeft ons uitgenodigd. Dus we willen met haar aan tafel zitten. Ja. Heel veel succes eigenlijk met deze gesprekken. Ja, wat voor beeld hebt u? Ik bedoel, nou, we gaan met een heel open mind. Uiteindelijk gaat het om het kind. Daarvoor zitten we. De kinderen hebben recht op goed onderwijs en daarvoor gaan we. De vraag is of de gesprekken die er gevoerd zijn op het ministerie het daarheen zullen leiden dat er toch nog wordt afgezien van de ouderbijdrage en als er restitutie van deze gelden zal plaatsvinden. Het EBGS-onderwijs inspireert en verrijkt. Onder dit thema houdt de Stichting Onderwijs der EBGS studiedagen voor onderwijsgevenden. Deze activiteit houdt verband met de Moravian Teachers Day, die elk jaar weer rond deze periode wordt gehouden. Urmi Mingun, hoofd van het Pedagogisch en Didactisch Centrum van de Stichting Onderwijs der EBGS, zegt dat deze activiteit niet alleen bedoeld is voor de onderwijsgevenden van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Er hebben ook anderen zich aangemeld die weten van deze Moravian Teachers Days. We hebben ook voor dit jaar verschillende aanmeldingen van de onderwijsinspecteurs van het ministerie om ook de workshops te volgen. En deze workshops die wordt mede door onze partner UNICEF gedaan, waardoor wij ook hier zijn en onze 10e editie mogen aanbieden aan de Surinaamse leerkracht. Het SPI is als locatie uitgekozen voor de Moravian Teachers Day, die dit jaar voor de 10e keer worden gehouden. Onderwijsgevenden krijgen deze 2 dagen in totaal 26 workshops, waarbij aan hen tools worden aangereikt om een betere leerkracht te worden. Een van de workshops ging over pedagogisch leiderschap. Vandaag hebben ze gedaan, we hebben gedaan pedagogisch leiderschap. Mm-hmm. Waarbij elke participant moest aangeven in een pedagogisch kompas welke dingen ze al kunnen en welke ze nog moeten leren. Mm-hmm. Welke ze al beheersen en welke ze nog moeten ontwikkelen. Ja. Ja? Zoals die dame daar heeft gedaan, die heeft het heel keurig gedaan, die heeft de 2 handen. Mm-hmm. Daar heeft ze in het rood heeft ze aangegeven welke vaardigheden ze al beheerst en welke ze nog wil leren. Het zijn mijn handen hier, die vaardigheden die ik al beheers. Dit zijn die vaardigheden die ik sterk beheers. Mm-hmm. Kunt u ze opnoemen?
identiteit, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, ik geweten schrijven. En hier heb ik die vaardigheden die goed zijn. Ambitie, leermotivatie, empathie, creativiteit. En bij die twee duimen, is daartussen, die moet ik nog gaan ontwikkelen. Ja. En die heb ik nog niet geschreven. De politicoloog Hans Breveld hield zich bezig met de workshop op weg naar verantwoordelijk burgerschap. Voor hem is het onderwijsgebeuren geen onbekend terrein. In zijn studentenperiode heeft hij ook het SPI doorlopen. Ik heb hier zelf ook de vorming gehad tot onderwijzer. Mm-hmm. En ik heb toen gestaan op de Boegnerschool als lagere school. En toen ben ik verder naar Nederland gegaan om te studeren. Ja. Wat hebt u bijgebracht vandaag? Op weg naar verantwoordelijk burgerschap. Mm-hmm. Dat heb ik vandaag aan hun bijgebracht. En een beetje politicologie. Een beschouwing van hoe die samenleving in elkaar steekt, hoe de verschillende staatsorganen zijn en met name wat de verantwoordelijkheid van de burger daarin is. Het is vaak dat de mensen nogal een beetje negatief kijken naar die organisatie en ook het gebeuren in een samenleving. En ze kijken dan alleen maar naar die burger, naar die overheid. Wat doet de regering? Wat doet de Nationale Assemblée? Maar we hebben hier vooral gefocust op wat doet de burger en wat kan een burger doen. En wat zijn die verantwoordelijkheden van de burger. Wat zijn de resultaten als burgers zich optimaal inzetten in een samenleving. Ja. Na afloop spraken wij een aantal leerkrachten over hun ervaringen van de eerste dag. Ik ben directeur op een Milo-school. Ja, mooi. Welke Milo-school is dat? Imam Abu Hanifa Milo van de Surinaamse Moslim Associatie. Hoe hebt u deze dag ervaren? Heel goed, heel leerrijk. Ik heb net iets van management mogen meedoen aan een workshop hier. Meten is weten. En ik ben behoorlijk wijs geworden. Ja, ik heb veel geleerd. Wat bedoelt u met ik ben behoorlijk wijs geworden? We hebben informatie en tools meegekregen waarmee je eigenlijk kan meten en waarmee je beter kan evalueren en je school op een hoger niveau kan brengen. Ik heb gedifferentieerd lesgeven. Ja, dat heb ik gevolgd en het was goed. Eigenlijk leer je dan op welke manier je je les kan verzorgen in de klas. Er zijn verschillende manieren en je krijgt dan tools welke je kan toepassen in de klas. Ja. Ja. Op welke school bent u zelf? Ik ben van de EBGS Balinsula School. Ja, dat is een school in het district Brokopondo. Mijn leerlingen, ik motiveer ze altijd. Ik zeg altijd, ga ervoor. Ze kunnen het en ja, ze moeten voor het beste gaan. Alcoa is trots op de 100-jarige geschiedenis van Suralco in Suriname en de voordelen die de bedrijfsactiviteiten hebben opgeleverd voor zowel het bedrijf als het land, aldus Robert Beer, Alcoa's vice president van de Global Transformation Group. Woensdag 19 september had Beer samen met Suralco's directeur Ruben Halfhuid het Surinaams bedrijfsleven en individuele experts een ontmoeting in Suralco's Corner House. Beer ging in op de conceptovereenkomst die nog aan het parlement ter goedkeuring moet worden aangeboden. Volgens hem omvat deze overeenkomst gedetailleerde procedures voor rehabilitatie van mijngebieden en milieusanering die naar Amerikaanse standaarden zullen worden uitgevoerd. Alcoa heeft nauw samengewerkt met de presidentiële onderhandelingscommissie voor de bauxietindustrie NCBI. Hij gaat ervan uit dat met de huidige overeenkomst een redelijke compromis is bereikt voor beide partijen. Hij sprak daarbij over de verschillende voordelen voor Suriname, waaronder teruggave van de Afobaka waterkrachtcentrale, 14 jaar eerder dan gepland. De Pride Month in Suriname kan een enorme boost creëren voor de economie van het land. Sinds het LGBT-platform de Coming Out Week organiseerde, merkte zij dat dit evenement een trekpleister is voor vrienden uit het buitenland. Met de Pride Month, waarbij de hele maand oktober wordt gewijd aan zowel educatieve activiteiten als feesten, kan de toeristenstroom worden aangewakkerd. Als we nu al zien dat er toeristen naar Suriname komen, dan zegt dat al, die toeristen moeten ergens logeren. Dat is voor het hotelwezen. Voor de horeca's is dat, biedt dat absoluut economische kansen. Ik heb die lijn doorgetrokken net naar
hospitality, respect. Als jij respect en waardering kan opbrengen voor andere mensen, dan dat is de basis van hospitality. Als wij een toeristisch land willen worden, of in ieder geval een speler willen worden qua toerisme in de regio, dan is dat wel het fundament waar je op moet bouwen. Want dat zijn de mensen die het doen, het zijn de mensen die toerisme maken. Daarnaast is het niet alleen gewoon voor toerisme in het algemeen. Het zegt, net zoals het van de bedrijven iets zegt wanneer zij de Pride ondersteunen, zo zegt het van Suriname ook iets, of van het land dat een Pride, hoe noem je dat, dat een Pride organiseert. Dat zegt wat van het land, dat zegt wel iets van die samenleving, als die Pride Month aanwezig is, als die Pride Month blijft groeien. En dat zet ons ook op de kaart internationaal. In Suriname worden de lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders geaccepteerd. Toch is men nog niet zo bewust over de rechten en plichten van deze kwetsbare groep. Er wordt geen aandacht besteed aan huwelijken van hetzelfde geslacht en een aantal zaken moeten in Suriname nog worden geregeld. In Suriname zijn we eigenlijk nog helemaal niet bezig met dingen zoals het huwelijk. We zijn nog bezig met vechten voor gelijke rechten. LGBT's hebben in principe minder recht dan hetero's. Een mooi voorbeeld is dat een stel dat al 10 jaar samen is, 10 jaren samen is, als er iets gebeurt met een van die twee mensen, kan de partner toegang tot het ziekenhuis ontzegd worden bijvoorbeeld. Als een van de partners komt overleden, kan de andere op straat komen te staan als de familie, weet je, tegen de relatie was, omdat er geen wettelijke bescherming is eigenlijk voor LGBT's stellen. Voor de LGBT-samenleving zijn partnerschappen van belang. Momenteel heeft de organisatie met 3 grote bedrijven een samenwerking kunnen aangaan. Partnerschappen dienen om het draagvlak te creëren voor ondersteuning van mensenrechten. En als we hebben over partnerschappen, dan praten we over duurzame relaties. Dat het niet eenmalig is voor 2018, maar dat we het proces voortzetten, 2019 enzovoort. Wat we dus ook willen is, ons thema is de hashtag Be Your Pride. Wees trots op wie je bent, wat je bent, ongeacht je seksuele geaardheid of je genderidentiteit. Ik heb net gesproken over het bedrijfsleven die dus zou kunnen bijdragen, maar voordat we gaan naar het bedrijfsleven moeten we bij onszelf beginnen als community. Ook bedoeld om bedrijven zoals we nu hebben, Torarica, Kings, Zus en Zo. Dat zijn bedrijven die de volgende stap willen maken als het gaat om het uit de kast komen. Bedrijven die dus laten zien van wij staan als bedrijf achter de Pride. Dat is ook een stap die bedrijven moeten nemen, maar dat heeft ook effecten voor binnen het bedrijf. Je personeel, je medewerkers, je klanten, noem maar op, die moeten daar ook aan wennen. De bedrijven die nu al zover zijn, die krijgen van ons eigenlijk PR-materiaal waarmee ze op hun mediakanalen kunnen laten zien dat ze achter de Pride staan. Het gaat om de olievlek die we hier met z'n allen proberen te creëren. En met de Be Your Pride campagne proberen we dat dichter bij de burger te brengen. Dat de link is waarmee we het Pride gedachtegoed overbrengen naar de burger. Pride Month start 1 oktober en duurt tot 31 oktober. Voor het eerst in de geschiedenis komt er een Turkse minister van Buitenlandse Zaken naar Suriname. Dit ondanks Suriname en Turkije al vanaf mei 1976 diplomatieke betrekkingen onderhouden. Mevlüt Çavuşoğlu zal van 20 tot 21 september een bezoek brengen aan Suriname. Tijdens dit bezoek zal er een bilateraal onderhoud plaatsvinden met minister Ildis Polak Bigli. Het ligt ook in de bedoeling dat er enkele overeenkomsten getekend zullen worden ter intensivering van de bilaterale relatie tussen de twee landen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zal ook een beleefdheidsbezoek brengen aan president Desiree Bouterse. En voor dit jaar zijn er 715 gevallen van schade, veroorzaakt door derden aan masten en andere kostbare elementen van de NV Energiebedrijven Suriname. Het gaat onder andere om mastaanrijdingen, schade veroorzaakt door graaf- en transportwerkzaamheden, waarbij kabels worden losgerukt en transformatoren en ondergrondse kabels worden beschadigd, vegetatieschade en schade veroorzaakt door vliegers die in het net terechtkomen.
Naast de last en schade die klanten ondervinden als gevolg van deze onaangekondigde onderbrekingen, kost het de EBS jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars om de schade te herstellen. De kosten verschillen per geval en kunnen variëren tussen de 1500 en 150.000 SRD. De EBS doet daarom een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Ten aanzien van de vegetatieschade zijn er vanaf januari tot september dit jaar al 289 gevallen genoteerd die een storing hebben veroorzaakt. De EBS roept de samenleving op erop toe te zien dat er geen vegetatie zoals bomen in de omgeving van het elektriciteitsnet worden geplant en daar waar dit al dicht bij het net komt, waar mogelijk zelf te onderhouden. Het kappen en snoeien van takken, vooral nabij het elektriciteitsnet, moet altijd op een veilige en deskundige wijze geschieden. En dit was het Nationaal Nieuws. En bezoek ook onze website stvs.sr. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.